De zoon van de woordbouwer. Hoofdstuk 6, deel 2. Het bericht van de strijders voor gelijke verfrechten lag midden op de tafel in de grote raadzaal. Ze zaten er allen omheen. Nemo en Schoonheid. De vlinder zat op de rugleuning van de stoel van Nemo. Links van Nemo zat Mondri, de aanvoerder van de blauwvoeten, en aan zijn rechterhand zat Kleepauw, de baas van de geelvingers. Verder waren er Veroon van de groenoren en Jeroen van paarsruggen en Jeroen van de paarsruggen, Damaaf van de roodhoofden en Klaus van de lila kuiten. Van de purperkuiven was Svensveen gekomen en van de omberkonen Roald. Ten slotte was er uit de rijen van de karmijntenen de strijdbare Karappel. Alle voorstellen zijn natuurlijk goed, zei Nemo, maar we zullen het beste moeten uitkiezen, het plan dat de meeste kans van slagen heeft. Ik heb trouwens zelf ook een voorstel, hoewel ik niet weet of dat uitvoerbaar is. Want daar heb ik iemand voor nodig die misschien niet in dit land woont. De Maaf keek hem aan. Laat horen je voorstel, bromde hij. Laat maar eens horen. Nemo keek naar Schoonheid. En ook de witheid heb ik erbij nodig, zei hij, meer tegen de vlinder dan tegen de anderen. Wil je me helpen, Schoonheid? Vroeg hij. Zou jij dan ook iets willen doen? Schoonheid knikte. Ja, zei ze, dat weet je wel, Nemo. Dat hadden we immers afgesproken. Nemo boog het hoofd. Maar het is erg gevaarlijk wat jij zult moeten doen, zei hij zacht. Ik weet niet of ik dat wel van je mag vragen. Schoonheid wiegelde met de grote witte vleugels. Als jij het nodig vindt dat ik gevaarlijk werk doe, vind ik het best, zei ze. Laat dat plan van je maar horen. Nemo keek de tafel rond. De anderen staarden hem nieuwsgierig aan. Dan moet ik jullie eerst iets vertellen wat jullie nog niet weten, zei hij. Ik ben geen uiterlander, dat heb ik gezegd. Ik kom uit een land hier heel ver vandaan. Een land waarnaar ik nooit meer kan terugkeren, omdat ik de Blauwe Wierenzee ben overgetrokken. En dat kan maar één keer in een mensenleven. De aanvoerders zwegen en bleven hem aankijken. Kleepauw maakte een beweging alsof hij iets wilde zeggen, maar hij hield deze keer toch maar zijn mond. In dat vreemde land had ik een paar vrienden, vervolgde Nemo, goede vrienden. Eén van hen is Fodo, de mol. Er waren er een paar die een teken van herkenning gaven. Nemo begreep dat mollen bekend moesten zijn. Zijn er in Palatinia ook mollen? Vroeg hij. Wonen die hier ook onder de grond? Mondri, die naast Nemo zat, knikte met het hoofd. Wij kennen ze ook, zegt hij. Ze maken het ons niet lastig, waarom zouden ze? Ze gaan hun eigen gang, zodat we ze bijna nooit zien. Dan zou ik graag willen dat de baas van de mollen hier ook verscheen, zei Nemo. Kan iemand hem opzoeken en zeggen dat wij hem nodig hebben? Svensveen stond op. Dat zal ik wel even behandelen, zei hij. Mijn mensen kunnen de mollen wel vinden. Moet alleen de baas van de mollen komen of moet hij ook nog anderen bij hebben? Nemo antwoordde dat de baas van de mollen voldoende was. Toen verdween Svensveen en kwam even later weer terug.
Toen hij opnieuw aan tafel ging zitten, zei hij: "Het is in orde, de mol wordt gewaarschuwd." "Goed," zei Nemo. "Ik heb gehoord dat ze de koning hebben meegenomen naar de steilte van Doek. Kunnen we daaraan niets veranderen? Ik zou willen dat de koning op een vastgestelde plek en tijd in het marterwoud komt. Hoe krijgen we dat voor elkaar?" De aanvoerders haalden hun schouders op en zwegen. "Ik heb een plannetje," zei Nemo. "We zenden een brief naar de vijand waarin we zeggen dat wij akkoord gaan met hun voorwaarden en dat we de losprijs van 200 kwasten en 500 verfpotten willen betalen. Die hoeven we echter helemaal niet bij elkaar te brengen, want als het plan dat ik in mijn hoofd heb lukt, hebben we geen losprijs meer nodig." De verbaasde uitdrukking op de gezichten van degenen die om de tafel zaten nam toe naar gelang Nemo verder sprak. Jeroen van de paarse ruggen leunde achterover in zijn stoel en trommelde van opwinding met zijn vingers op de tafel. "Dit is het plan," zei Nemo. "Als er iets niet goed of onbegrijpelijk is, moeten jullie het zeggen. Volgens mij moet het goed gaan. En het kan zonder bloedvergieten gebeuren. Er zijn trouwens al genoeg slachtoffers gevallen." Toen legde hij zijn plan uit. Het was nogal ingewikkeld, zodat er af en toe iemand was die iets niet helemaal begreep. Maar toen Nemo uitgesproken was, zat iedereen vol verbazing naar hem te kijken. Het was inderdaad een erg goed plan. Het zou voorgoed een einde maken aan de opstanden van de zwartnekken en voor altijd rust in het land brengen. Ze zouden nooit meer last hebben van zwartnekken of oranjeneuzen of bruinarmen. En het allermooiste was dat koning Palet veilig zou kunnen terugkeren. "Wanneer we het er allemaal mee eens zijn," zei Nemo, "dan gaat Zwensveen nu met de baas van de mollen praten om hem uit te leggen wat de bedoeling is. Mondri en Veroon stellen de brief op die naar de zwartnekken gebracht moet worden. Dat zal Schoonheid doen. Haar kunnen ze geen kwaad doen met waterpistolen. En als we het antwoord van de zwartnekken hebben ontvangen, gaan wij aan de gang. Of beter gezegd, de mollen." Hij geeuwde. "En nu zou ik best eens wat willen eten. Ik heb van al dat praten een enorme honger gekregen." "We gaan allemaal eten," zei Ruald, de aanvoerder van de omberkonen. "Kom maar mee naar mijn eethuis, Omberdonder. Dan zal ik jullie eens een maaltijd voorzetten. Dan kunnen we mooi nog een paar dingen bepraten. Want ik wil eigenlijk wel eens weten wat er in dat kistje zit wat je bij je hebt, Nemo." Maar Nemo schudde zijn hoofd. "Nee," zei hij, "eerst moet koning Palet vrij. Later zal ik jullie misschien wel eens de geschiedenis van het kistje vertellen." Ruald keek een beetje teleurgesteld, maar drong niet verder aan. Hij nam hen mee en ze kregen een geweldige maaltijd. Voordat ze allemaal in het eethuis van Ruald bij elkaar kwamen, gingen de aanvoerders echter eerst terug naar hun eigen kleuren en vertelden hun het geweldige plan van de vreemdeling Nemo. De stad Perspectivum gonsde van de opwinding. Die nacht ging bijna niemand slapen.
behalve Nemo, die een bed kreeg aangeboden in het huis van Ruald. Maar hij had er dan ook het volste vertrouwen in dat het goed zou aflopen. Nemo droomde die nacht. Hij droomde dat hij door een lange tunnel liep. Om hem heen vlogen letters. Ze waren allemaal wit en hadden grote vleugels. De muur van de gang waar hij liep veranderde telkens van kleur. De bodem van de tunnel was een groot veld met wieren waarin ze voeten verstrikt dreigden te raken. Maar op het moment dat hij voorover dreigde te vallen, kwam er een grote hand uit de lucht en zei tegen een stem: "Sta op, kleine woord, je hebt nog niet alles meegemaakt. Er wachten nog meer avonturen." Hij hoorde dat het de stem van de woordbouwer was. En toen hij de hand wilde grijpen, veranderde die plotseling in de glibberige vangarm van Slabber. Met een harde schreeuw trok hij zijn hand weer terug. De muren van de tunnel weken nu opzij en hij stond in een groot groen veld waar allerlei bomen op de maat van de wind dansten en het boomlied zongen dat hij geleerd had bij Wilde Wingerd. Ze dansten om een grote witte steen heen waar hij op klom. Kijkend naar de dansende bomen zag hij dat er achter de rij bomen een groot stenen gevaarte op hen afkwam. Het leek wel een hele stad op poten van staal. Het kwam onweerstaanbaar naderbij. De bomen hadden niets in de gaten. Hij probeerde ze op het gevaar te wijzen, maar niemand lette op hem. Toen gooide hij met geweldige krachtsinspanning het kistje met de letters naar de naderende stad. Het bonkte tegen de muren en barstte uit elkaar. En uit het kistje kwam een groot wit laken, wit als schoonheid. En het laken bedekte de hele stad en vouwde zichzelf vervolgens op. Op het moment dat hij het opgevouwen laken wilde pakken, werd er op de deur geklopt. "Opstaan, meneer Nemo," riep Roald. "De dag staat er weer gekleurd op." Nemo waste zich en kleedde zich aan. Daarna ging hij naar beneden. Tegen de middag kwam er bericht van de vijand. Nemo had de brief, die was opgesteld door Mondri en Vroon, door schoonheid boven het marterwoud laten afwerpen. Ze was weer teruggekomen zonder dat er ook maar één schot was gelost. Van de gevaarlijke aquatapult had de vlinder niets kunnen ontdekken. In de brief stond onder andere dat de zwartnekken hun antwoord moesten neerleggen op een plek ver genoeg verwijderd van het marterwoud, zodat schoonheid, die dus nu tot koerier was gemaakt, deze zou kunnen ophalen. Dat gebeurde. Toen schoonheid voor de tweede keer naar het marterwoud vloog, lag de brief klaar en vloog zij ermee terug naar Perspectieven. Nadat Nemo het antwoord van de zwartnekken en de oranjeneuzen had gelezen, riep hij alle aanvoerders weer bijeen in het raadhuis. Daar las hij hun het antwoord van de vijand voor. Dit stond er: "Aan de inwoners van Perspectieven. Zoals jullie hebben gevraagd, zal de koning morgenmiddag om 3 uur onder de kleine eik in het midden van het marterwoud aanwezig zijn.
Jullie koerier kan dan overvliegen en zien dat de koning er nog goed uitziet. Maar dat is dan ook het enige dat wij kunnen toestaan. Niemand mag het bos naderen. Niemand zal toegang krijgen tot de koning. De losprijs die betaald zal worden in verfkwasten en verfpotten moet met alle wapens die er in de stad aanwezig zijn op een afstand van 150 Palatijnse linialen van het Marterwoud worden neergezet. Onze kameraden, de bruinarmen, zullen controleren of alle wapens aanwezig zijn. Probeert iemand iets achter te houden, dan zal direct van het waterpistool gebruik worden gemaakt. De inwoners van Perspectivum moeten zich vervolgens op het plein verzamelen. Niemand mag in de huizen blijven. De deuren en ramen moeten worden opengezet. Wanneer deze bevelen niet opgevolgd worden, zal de aquatapult worden gebruikt. Heel Perspectivum zal dan verwoest worden. Leven onze kameraden, strijders voor gelijke verfrechten. Onder aan de brief stonden weer drie zwarte stippen, getekend met oranje cirkel eromheen. Ze laten zich dus beetnemen, zei Nemo tegen de aanvoerder. Ze doen precies wat wij willen. Tot zover gaat alles goed. De koning wordt gebracht naar de plaats die wij willen. De aanvoerders knikten verheugd. Nemo had gelijk gehad. Zo begeerig waren de zwartnekken en de oranje neuzen naar de macht die ze zouden krijgen, dat ze verder niet nadachten. Ze lieten zich beetnemen door een list. Ze juichten en zwaaiden met hun paletmessen en hun peutslingers. Maar ze waren er nog lang niet. Dan gaan nu de mollen aan het werk, zei Nemo. Graafmans, de baas van de mollen, die nu ook in de raadzaal aanwezig was, had er 100 tot beschikking gesteld. Jullie weten wat je te doen staat. Er moet een gang komen van Perspectivum naar het Marterwoud tot onder de kleine eik waar de koning morgenmiddag zal zitten. Niet boven de grond uitkomen tot het teken gegeven wordt. Veel succes. Ik hoop dat jullie het klaarspelen. Toen de baas van de mollen vertrokken was, keek Nemo de kring aanvoerders rond. Alles goed voor elkaar, zei hij. Meer hoeven we voorlopig niet te doen. De koning schijnt nog ongedeerd te zijn en de mollen zijn aan het werk, zodat wij rustig kunnen wachten op de dag van morgen. Diezelfde avond had Nemo een lang gesprek met Schoonheid. Het was een moeilijk gesprek, voor hem en ook voor de vlinder. Want hij had Schoonheid iets te vragen, terwijl hij liever had gezien dat het een van de Palatijnen had gedaan, wat hij nu van de vlinder verlangde. Maar voor een Palatijn zou het een onmogelijke opgave zijn. Het plan van Nemo, de zoon van de woordbouwer uit Betonstad, zat zo in elkaar. Hij liet de mollen een gang graven naar het Marterwoud tot onder de kleine eik. Ze zouden doorgraven tot de koning als het ware op een dunne laag grond onder de boom zat. Op teken van Nemo zouden de mollen de laatste grond weggraven en de koning zou voor de ogen van de bewakers in de grond verdwijnen. Op hetzelfde ogenblik zou Schoonheid boven het Marterwoud vliegen met twee fixeers onder haar vleugels. Wanneer de vlinder de koning zou zien verdwijnen, was het haar taak het hele Marterwoud te bespuiten met het gevaarlijke fixeer. De zwartnekken en de oranjeneuzen zouden met de bruinarmen verstarren
en op die manier ongevaarlijk worden. De rest van de vijand zou zo klein worden dat hij zonder veel moeite gevangen genomen zou kunnen worden. Het gevaar bestond nog dat de aquatapult niet in het bos, maar er buiten was opgesteld, maar Nemo geloofde dat zij het gevaarlijke wapen verborgen hielden in het marterwoud. Dan zou ook dit wapen bespoten worden met een stevige laag fixeer. Aan de aanvoerders had Nemo de opdracht gegeven zich vlak na de aanval van schoonheid te verspreiden en het land rond het marterwoud af te zoeken naar vijanden. Van de teruggekeerde roodhoofd had hij gehoord dat de gevangen genomen roodhoofden waren opgesloten in een hol dat in de steilte van Doek te vinden was. De aanval op het marterwoud zou dus geen eigen mensen treffen. Het plan moest, als alles meeliep, wel lukken. Het enige dat Nemo dwars zat, was het feit dat juist schoonheid de taak had de vijand onschadelijk te maken in het marterwoud. Maar de vlinder begreep gelukkig wat er van haar verwacht werd. "Soms, Nemo," zei ze, "is het nodig dat juist iemand als ik het laatste gevecht levert. Ik vind het niet erg, vooral niet omdat hierna nooit meer onlusten zullen uitbreken in Palatinia." Nemo knikte zwijgend. Hij keek schoonheid aan en vroeg zich af of de vlinder meende wat zij zei. De vlinder was inderdaad sterker dan alle anderen. Schoonheid zou de strijd winnen. De baas van de mollen kwam Nemo vertellen dat de gang naar de kleine eik gereed was. Ze hadden de hele nacht doorgewerkt, zei hij, hijgend met knipperende oogjes tegen het felle licht van de zon. "Goed," zei Nemo. "Dan kunnen we gaan beginnen." Hij wenkte schoonheid. De vlinder had twee grote fixeers onder haar vleugels gebonden. Het was een lastig werkje geweest, want zij moest nog goed kunnen blijven vliegen. Maar met de hulp van een paar roodhoofden en geelvingers was het toch gelukt. "Je vliegt nu naar het marterwoud," zei Nemo tegen de vlinder. "Zodra je boven de kleine eik bent en ziet dat de koning verdwijnt, begin je. Je moet op voldoende hoogte blijven, zodat de vijand je niet raken kan met haar waterpistolen. En kijk alsjeblieft uit voor de aquatapult. We hopen maar dat alles lukt en dat er geen ongelukken gebeuren." En heel zacht, zodat de anderen het niet konden horen, zei hij nog: "Ik hoop dat het gauw voorbij is. Dan gaan we weer verder." Schoonheid nam afscheid van de aanvoerders, die de vlinder zwijgend nakeken. Gebruikmakend van ieder zuchtje wind, verdween zij in de richting van het marterwoud, terwijl de zonnestralen de rand van haar vleugels een gouden schijn gaven. Iedereen wachtte nu in spanning op het teken van Nemo. De tijd verstreek langzaam. En toen sloeg de torenklok van Perspectivum 3 uur. Op een open plek in het marterwoud zat koning Palet onder de kleine eik. In een grote cirkel om hem heen stonden de zwartnekken. Ze klemden de gevaarlijke waterpistolen in de rechterhand en hielden de gevangenen scherp in de gaten. Een kort ogenblik had de koning erover gedacht een poging te doen te ontsnappen. Maar de zwartnekken hadden geen enkel risico genomen. Ze hadden zijn handen en voeten
met koorden bij elkaar gebonden. Hij had zich onmogelijk zelf kunnen bevrijden. Koning Palet staarde somber voor zich uit. Hij wist niet waarom hij hierheen was gebracht. 'S Morgens was hij uit het hol in de steilte van Doek gehaald en had men hem meegenomen naar het Marterwoud. De koning had wel gemerkt dat er iets bijzonders aan de hand was. De oranjeneuzen en de zwartnekken hadden de vorige dag samen vergaderd, maar hij had niet kunnen horen wat er gezegd was. Hij vroeg zich af wat hem nog meer te wachten stond. Het was een hevig gevecht geweest. Hij was juist in de troonzaal toen het allemaal gebeurde. Plotseling waren de deuren opengegooid en stormden de zwartnekken naar binnen. Zijn trouwe roodhoofden hadden geen enkele kans gemaakt tegen de overmacht. Ze werden kleurloos door de waterpistolen. Toen de koning een penseel opraapte om zelf ook terug te slaan, was er een bruin arm achter zijn troon geslopen en had hij met een zwaar voorwerp een geweldige klap op zijn koninklijke kop gekregen. Toen hij weer wakker werd, bevond hij zich in een hol in de steilte van Doek. Samen met de gevangen roodhoofden, waarvan meer dan de helft geen roodhoofd meer was. Hij maakte zich helemaal geen illusies meer over wat er met het Rijk Palatina zou gebeuren. Toen hij het Marterwoud werd binnengevoerd die morgen, had hij het wapen gezien dat de zwartnekken onder een bosje hadden verborgen. Hij had geweten wat het was, de aquatapult. De koning wist dat niemand hiertegen opgewassen zou zijn. Wat zouden zijn onderdanen met hun peutslingers, hun doezelaars, hun tamponeerdompers tegen dit wapen moeten beginnen? Voor ze op 100 linealen afstand gekomen zouden zijn, waren ze allang vernietigd. Plotseling merkte hij dat er iets bijzonders aan de hand was. De bewakers die om hem en de kleine eik heen stonden, keken allemaal naar boven. En toen hij ook omhoog keek, zag hij iets wonderlijks. Boven het woud vloog een vlinder. De zon zette haar vleugels in een zo scherp licht dat het leek of er een gouden vogel over het Marterwoud scheerde. De zwartnekken die hem bewaakten schreeuwden en wezen naar boven. Ze zwaaiden met hun waterpistolen en schenen ergens bang voor te zijn. De grote vlinder verdween uit het gezichtsveld van de koning. Toen kwam ze voor de tweede maal over en op hetzelfde ogenblik voelde de koning dat de grond waarop hij zat bewoog. Hij gilde van schrik en probeerde zich om te rollen. Maar toen de bewakers zich omdraaiden, was hij al onder de grond verdwenen. Waar eerst de koning gezeten had, zagen de zwartnekken nu alleen maar een lege plek. Voor zij echter bij de kleine eik waren, had schoonheid met een geweldige snelheid naar beneden gedoken. De fixeers onder haar vleugels spoten een fijne nevel en die daalde over de open plek. De rennende bewakers verstarden op de plaats waar zij zich op dat ogenblik bevonden. Met het waterpistool in de opgeheven handen werden zij in een ogenblik tot glimmende standbeelden gespoten. Schoonheid keerde en vloog naar de grens met het Marterwoud.
In grote cirkels om het woud vliegend beletten zij iedereen die uit het woud probeerde te komen, te ontvluchten. En toen zij zich weer boven de plek bevond waar de kleine eik stond, waren allen die zich in het marterwoud hadden verschanst, onschadelijk gemaakt. Moe van het werk vloog de vlinder toen langzaam naar perspectieven terug. Koning Palet had geen hoofdpijn meer. Het leek wel of met het einde van de strijd, toen de zwartnekken, de oranjeneuzen en de bruinarmen werden gefixeerd, ook zijn hoofdpijn was opgehouden. Er was een provisorische troon gebouwd in de raadzaal waarop de koning was gaan zitten. Om hem heen stonden weer zijn trouwe roodhoofden, de penselen over de schouder. Voor het raadhuis was het een drukte van belang. Overal aan de lantaarnpalen waren slingers van gekleurd papier opgehangen, zodat het leek of je onder een geweldig dak van kleurige bladeren liep. Er waren tentjes gebouwd waar men ijs en limonade verkocht en in het midden van het grote plein dansten de inwoners van Perspectivum de Palettaanse volksdansen. De trappen van het bordes waren met rode lopers belegd en van de toren waaide de Palettaanse wimpel. Nemo zat met schoonheid in de gelagkamer van het eethuis van Roald, de Omberkoon. Alle aanvoerders van de Palettanen zaten om hem heen. Ze spraken allen druk door elkaar heen. Ze roemden de daden van Nemo, die steeds weer lachend zei dat het de moeite van het praten niet waard was. Bovendien had schoonheid het belangrijkste en zwaarste gedeelte voor haar rekening genomen. Maar de aanvoerders onder leiding van Damaaf hieven steeds weer opnieuw het volkslied aan en juichten opgewonden. Want het ogenblik was bijna aangebroken dat Nemo met schoonheid voor de koning zou mogen verschijnen. Hij zou vast en zeker een geweldige beloning ontvangen voor alles wat hij voor Palettina had gedaan.